1-0 verloren van PAOK. Ben je tevreden of had er meer in gezeten? Nou, er had wel meer in gezeten. Dus over de uitslag ben ik niet zo tevreden. Maar ik ben wel tevreden over de manier van spelen. En over de fysieke gesteldheid van de jongens. Dus die zijn toch met een topploeg uit Griekenland hebben we ons kunnen meten. Veel kansen gehad. Ik denk dat het spelbeeld over en weer gelijkwaardig was. Dus ik denk dat er wel meer in had gezeten als een 1-0 nederlaag. Maar het was een goede testcase. Hello Terry, you have one moment, can you tell something about yourself? I'm from Australia and this is all. You're joining it this week? Yes, of course, you know, so it's a good experience for me and it's good to be with the team. You like the players? Yes, no, everyone's very good and everyone's very, very, very nice. Ah, onze Duitse vrienden! Kom, can we come in? Yeah, can we? Yeah? Ah. Niet zo'n Duitse vrienden, ja. En Fransman. Nou, we zijn nu op de kamer van Niels, is hier normaal ook nog. Twee Duitse kameraden en onze nieuwe aanwinst, Leroy. Dat is onze room. Zimmer. Kamer. Ja, is niet ganz opgeruimd. Wat doe je usually in de kamer? In de room. Ja, we slapen veel. Jetzt vor dem Training müssen wir ein bisschen rollen, uns fertig machen. Und ja, ein bisschen Film gucken. I see you sleep close to Niels. You like that? You like that? You go spooning. You know this? Luffel to luffel. Yeah, I see. That's nice. Maybe you can take Leroy also. No, I think Leroy is not about that. We leave that to the Germans. Okay, danke.